elke elektrische auto kun je aan een normaal stopcontact hangen. Maar hoe snel laad je dan eigenlijk? Welkom bij een nieuwe aflevering van Linses Energie, een YouTube-kanaal van mijn website linses.net. Bij elke elektrische auto wordt een apparaatje meegeleverd waarmee je hem via het stopcontact kunt laden. Zo ook bij onze Hyundai Kona Electric en onze Model 3. Tussen beide laders zit niet zo heel veel verschil, behalve dan dat je bij de lader van de Tesla makkelijk andere stekkers kunt inpluggen. En zo ben je onderweg gewoon wat flexibeler. Standaard zit er bijvoorbeeld een verloopje naar een Euro-stekker bij en dat is gewoon erg handig. Verder werkt het allemaal buitengewoon simpel. Je stopt eerst de stekker in het stopcontact en dan in de auto. Een kind kan de was doen. Dit kan dus overal, hè? Thuis, onderweg, maakt niet uit. Maar hoe snel laad je dan? Nou, de Kona die laadt dan via het stopcontact met zo'n 11 km per uur en een Model 3 met zo'n 17 km per uur. En nee, dat is absoluut niet rap, maar snel genoeg als je ergens een langere tijd verblijft en wat wilt bijladen. Om je nou een beetje een idee te geven, heb je thuis een laadpaal, dan gaat dat natuurlijk stukken sneller. Hoe snel hangt wel af van je meterkast. Wij hebben een wat zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet, 3 keer 35 ampère. En daarmee laat de Kona met zo'n 30 en de Model 3 met zo'n 68 km per uur. Dat scheelt dus echt enorm veel met een stopcontact en je zult zelf moeten uitmaken wat je nodig hebt. Rij je dagelijks niet zo heel veel kilometers, dan kun je dus overwegen om het via het stopcontact te laden. Wil je meer of wil je sneller laden, dan is een laadpaal gewoon erg handig. En alles hangt natuurlijk allemaal af van het verbruik van de auto. En je zult zien, later in andere afleveringen, dat hangt weer samen met je rijstijl en het weer. De volgende keer maak ik zowel met de Kona als de 3 een ritje naar mijn werk. Een kilometer of 55 heen en weer. Dan krijg je een eerste indruk van het verbruik en hoeveel euro's een ritje kost. Nou, vind je deze video's interessant, geef ze dan een vette duim en vergeet je vooral niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal Linses. Vragen? Stel ze dan in de reactie of via mijn website linses.net. Tot de volgende.